inmiddels niet meer te ontkennen. De wereldeconomie bevindt zich in zwaar weer. Na de groei van de afgelopen jaren is er zelfs sprake van krimp. Moerdijk ligt centraal tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen en speelt een cruciale rol binnen de doorvoer van goederen in Europa. Dat de economische crisis Moerdijk niet onberoerd laat, is dan ook geen verrassing. De afgelopen maanden is de doorvoer van goederen in Moerdijk zelfs bijna gehalveerd ten opzichte van 2008. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bedrijvigheid op het industriecomplex. Het betekent echter niet dat het havenschap heeft stilgezeten. Maandelijks monitoren zij middels zogenaamde barometers de actuele situatie binnen het bedrijfsleven op Moerdijk. Bovendien heeft men, om een sterke positie van Moerdijk te garanderen als de crisis doorbroken wordt, recentelijk 132 hectare grond aangekocht van chemieconcern Shell. Deze grond zal worden gebruikt om de westelijke insteekhaven te vergroten. Daarnaast wordt doorgezet met de ontwikkeling van het logistiek park Moerdijk. Dat moet verschijnen tussen de A16 en de A17. Moerdijk voelt de crisis dus wel degelijk. Maar men ziet deze ook als een kans om te herstructureren en te investeren. Hoe het complex uit de crisis komt, is niet duidelijk. Dat het een interessante en spannende tijd wordt, des te meer.